De breuk zat in de leiding bij de burgemeester baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Daar was sprake van flinke wateroverlast. Hoe groot dat lek precies was, is mij niet bekend. Alleen zo'n waterleiding heeft ongeveer een doorsnede van een centimeter of 60. De problemen zorgden onder meer voor dat het in de vlakbijgelegen supermarkt dringen was voor flessen water. En sommige mensen grepen al mis. Albertijn, C1000, deze Albertijn, de grote Jumbo, de kleine Jumbo. Ze zijn allemaal water allemaal overal uitverkocht. Ja, en als je geen water hebt, wat dan? Ja, dan heeft ons dokstertje geen eten. Ook geen voorraadje, niks meer dus? Nee, helemaal niet. Wie had het toch gedacht, toch? Weet je maar nooit. Kom, we gaan verder. Dank u wel. Ja, nou, ik kwam er net achter. Geen koffie. Moeten we toch wel hebben, hè? Geen water, is dat een probleem voor je? Ja, dat is best wel een probleem op zich. Ik heb helemaal niks te drinken in huis, alleen Ranja. Ja. Voor jou? Ja, ik moet nog spaghetti koken, dus dat wordt ook een probleem. Ja, helaas. Tandenpoetsen, douchen. Ja, je zet geen koffie in. Het is gewoon water. Of deze dames nog spaghetti hebben gegeten? In ieder geval niet voor 9 uur. Daarna was er namelijk pas weer water.